Het geneesmiddel van de week is cimetidine. Cimetidine was 25 jaar geleden een zeer veel gebruikt geneesmiddel, waarmee maagzuurproductie werd geremd. Met de komst van de protonpompremmers is cimetidine op de achtergrond geraakt. Cimetidine is een H2-receptor-antagonist, die zowel de basale als de gestimuleerde maagzuursecretie remt. Het werd midden 70er jaren geïntroduceerd onder de merknaam Tagamet. De andere H2-receptor-antagonist die destijds erg populair was, is ranitidine, met als merknaam Zantac. Zowel simetidine als ranitidine zijn in Nederland als over-the-counter-geneesmiddel, dus zonder recept, beschikbaar. De indicaties voor deze H2-receptor-antagonisten zijn de behandeling van ulcus pepticum en van lichte tot matig ernstige reflux Maar Zoals al gezegd, de protonpompremmers worden voor deze aandoeningen tegenwoordig vaker als eerste keus ingezet. Naast de wat meer gebruikelijke bijwerkingen zoals diarree, vermoeidheid, duizeligheid en hoofdpijn is bekend dat 1 tot 10% van de patiënten die meer dan een maand met cimetidine worden behandeld, gynecomastie kan ontwikkelen. Een bijzonder effect van cimetidine is het remmen van de secretie van creatinine door de proximale tubulecel in de nier. De secretie van creatinine verloopt onder meer via het transporteiwit OCT2 in de proximale tubulecel. OCT2 staat voor Organic Cation Transporter 2. Het gevolg is dat bij gebruik van simetidine het serum creatinine met zo'n 20% kan stijgen, zonder dat de nierfunctie werkelijk is achteruit gegaan. Het is belangrijk je daarvan bewust te zijn, anders zou deze stijging van het serumcreatinine mogelijk kunnen leiden tot aanvullende en feitelijk onnodige diagnostiek. Eenzelfde effect treedt op bij het gebruik van trimetoprim. Samenvattend: cimetidine is een H2-receptor antagonist die zowel de basale als de gestimuleerde maagzuursecretie remt. Cimetidine kan worden gebruikt bij de behandeling van het urcus pepticum. En bij lichte tot matig ernstige refluxaesofagietes. Maar is hiervoor met de komst van de protonpompremmers niet langer de eerste keus. En tenslotte, bij gebruik van simetidine kan het serum creatinine met zo'n 20% stijgen.